Bij een ongeval op de Leigraven in Os is zaterdagmiddag een scooterrijder om het leven gekomen. De man werd rond 1:15 in de buurt van winkelcentrum Usse vermoedelijk onwel en kwam daardoor bij de Basaltstraat ten val. Omstanders verleenden eerste hulp en 2 ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.